Welkom bij Alaaf in 111 seconden. Ja, het is de laatste aflevering, dus geen prins van de dag en ook geen carnavalsfact. Maar straks blikken we vooruit op de halfvaste optocht van Angerlo. En nu we het over optochten hebben, we kijken nog even terug naar de schooloptocht in Wehl. Dit is een kinderoptocht van de carnavalsvereniging hier uit Wehl. En die wordt georganiseerd samen met de school Het Timpaan. En die trekt altijd op de vrijdagmiddag rond door de wijken heen en langs Oldershoven, zeg maar, het bejaardencentrum van Wehl. Ja, en wat is zo mooi aan deze optocht? Vooral omdat de kleinste kinderen eigenlijk mee kunnen doen met ouders. En je ziet gewoon kinderen van eigenlijk 3-4 jaar tot en met een jaar of 12-13 in deze optocht meedoen. Met hun ouders. En dat is eigenlijk toch het starten van het carnavalsfeest hier in Wehl. En van de ene optocht gaan we naar de andere, namelijk die van Angerlo. Want op zondag 23 maart wordt daar de jaarlijkse halfvaste optocht gehouden. Waarbij de mooiste wagens uit de regio nog één keer in actie komen. De 15e halfvaste optocht alweer. En is dat nog een bijzonder mijlpaal? Nou ja, we hebben de zon besteld, we hebben extra publiek besteld. Nee, de optocht en de 15e. Ja. En de optocht die wordt dus opgevrolijkt met veel en veel meer muziek. We hebben dit jaar ook 15 orkesten die meelopen. Dweilorkesten, fanfare, drummers enzovoort. En dat is uniek, is dat. Dat is gezellig, dat is mooi. Brengt de sfeer en maakt de optocht nog mooier. En heeft u hier al optochtwagens gezien die hiervan een schitterende optocht gaan maken? Westvoort, Braamt, Didam, Lol, Nieuwdiek. Ja, daar komen prachtige wagens vandaan en die komen allemaal naar Angerlo toe. En, ja, die schrijven zich vanzelf in en daar zijn we niet bang voor. Angerlo loopt helemaal vol met de mooiste wagens. Dus Angerlo wordt echt de top van de top, als ik het zo goed begrijp? Angerlo is de top van de top, ja. De deelnemers die zeggen ook altijd, we wachten op Angerlo, want dat is de slagroom op de pudding. En daar doen we nog mee en daar genieten we. Dat is het mooiste feest van het jaar. Voor wie het live wil meemaken, zondag 23 maart, de halfvaste optocht in Angerlo. En dit was Alaaf in 111 seconden voor dit jaar. Bedankt voor het kijken, tot volgend jaar en Alaaf!